De gemeenteraad van Den Haag besluit vandaag waarop moet worden bezuinigd. In totaal gaat het om een bedrag van 152 miljoen euro. Sinds 10 uur vanmorgen praat de gemeenteraad over de invulling. Onze politiek verslaggever Dirk Verhoeven volgt het debat. Dirk, 152 miljoen euro is een astronomisch bedrag, maar dat bedrag is al eerder genoemd. Is inmiddels duidelijk welke organisaties de klos zijn? Nee, het is nog niet helemaal duidelijk. Er wordt vandaag over van alles en nog wat gedebatteerd. En we zitten pas op de helft van de vergadering natuurlijk. En dat wordt pas op het eind van de avond wordt er besloten. En die 152 miljoen die jij noemde, dat is vorig jaar al besloten. En nu wordt er alleen nog gepraat over de invulling daarvan. En je moet je realiseren, alles is natuurlijk al afgekaart binnen de coalitiepartijen. Dus het wordt heel moeilijk voor de oppositiepartijen om vandaag nog iets te bereiken. Ja, Dirk, gaat het dan alleen over hele grote bedragen? Nee, binnen de sectoren natuurlijk wel. Op cultuur bijvoorbeeld 12 miljoen bezuinigd en op het volksgezondheid en zorgbeleid 5 miljoen. Maar er zijn ook kleinere instanties die misschien de klos zijn. Een voorbeeld daarvan is de Vluchthaven. Dat is een opvanghuis voor psychiatrische patiënten. En als die moet sluiten, kan het grote gevolgen hebben. Goedendag. Nou, dit is mijn kamer. Hier word ik opgevangen. Hier kom ik tot rust. Hier kan ik overnachten en de volgende dag voorbereiden. De vluchthaven. Ruim 4 weken woont Gideon nu in de vluchthaven. In zijn leven is hij vaak dakloos geweest. Problemen met een slechte jeugd, depressies, stemmingswisselingen en pogingen tot zelfdoding. Hij vindt zelf ook dat hij hulp nodig heeft. Waarom niet alleen lukt? Omdat ik wat dat betreft denk ik psychisch, keihard en financieel zo aangetast ben dat het te complex is om voor mijzelf persoonlijk, om dat gewoon in kaart te kunnen brengen. Nou, dit is de gezamenlijke ruimte. Medebewoners, zijn dat vrienden? Nee, ze zijn medelosgenoten. Ik heb mijn vriend in mijn hele leven en dat ben ik zelf. Als de subsidie per 1 januari zou stoppen, moet het vluchthuis in Den Haag sluiten. Gideon heeft zelf alvast een rekensommetje gemaakt voor de gemeente. Ik ga ongeveer in de eerste paar maanden ga ik toch zeker 500.000 kosten. En de subsidie voor deze opvang is maar 50.000 op een jaarbasis. Hoe was het met u gegaan als dit huis er niet voor u was geweest? Ik had waarschijnlijk niet gestaan, maar gewoon 6 voet onder. Dus gewoon, ik had gewoon waarschijnlijk gewoon niet overleefd. Ja, Dirk, jij volgt voor ons dus dat debat daar in Den Haag. Hoe lang gaat dat nog door? Nou, ze zijn vanochtend extra vroeg begonnen om 10 uur. De planning is om 10 uur vanavond dat het dan afgelopen is. Maar je weet nu al, in de politiek kan het altijd laat worden. En het zou zomaar eens nachtwerk kunnen worden. Ja, ook voor jou. Dankjewel, Dirk Verhoeven bij het Stadhuis in Den Haag.